Dit is alweer de derde regio-bijeenkomst. Nou, deze staat in het teken van groen en gezondheid. Dus welke kansen bieden groen en natuur eigenlijk voor gezondheid in de samenleving? En er zijn lezingen, we gaan een aantal cases bespreken. En de uitkomsten daarvan gaan we samen weer oppakken om misschien nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ja, die verbondenheid tussen mens en natuur, dat is eigenlijk nu wel een heel actueel onderzoeksthema. Omdat er steeds meer aanwijzingen komen dat mensen die zich meer verbonden voelen met natuur, die dat op allerlei manieren aangeven, dat die ook meer duurzaam, milieuvriendelijk gedrag vertonen. En ik ben op dit moment bezig met een onderzoek naar de preventie van psychische problemen. Omdat dat wel een hele interessante invalshoek is. Want er is nu de kosten steeds stijgen van de zorg, is het heel erg belangrijk om ook te kijken hoe kunnen we nou voorkomen dat mensen überhaupt die problemen ontwikkelen. En vooral bij psychische klachten is het heel vaak goed te voorkomen. En als mensen meer de natuur in gaan, als ze meer met groen doen. Want bij groene zorg neem je mensen vanaf het begin af aan al mee in zo'n behandeltraject en kan je ze laten zien hoe belangrijk het is om te wandelen en die natuur in te gaan. Waardoor ze op de lange termijn dit zullen blijven doen. En daarnaast kan je ook denken aan bijvoorbeeld de klimaattop die op dit moment bezig is. Van, kan je het zo breed trekken dat je ook gaat naar een duurzaam MVO-beleid en duurzame huisvesting, et cetera.